1 minuut. Dat is de tijd die je nodig hebt om je koffie in te schenken, je autosleutels terug te vinden, je fiets te ontgrendelen, je mails te overlopen, je vakantiefoto's te delen, een trailer te bekijken, de krantenkoppen te lezen, het weerbericht te bekijken. 1 minuut. Dat is misschien ook het beetje tijd dat zij nog hebben. En jij? Wat ga jij doen met je volgende minuut?